En bij ons de hoofdredacteur van Story, Frederik de Swaven. Goedenavond. Goedenavond. De term ontkent de hele zaak. Heeft u met hem contact gehad, toestemming gevraagd om dat te publiceren? Ja, uiteraard. Vorige week hebben wij op 3 verschillende soorten manieren proberen contact te zoeken. Via zijn kabinet, via zijn woordvoerder en rechtstreeks naar hem. Want we hebben natuurlijk zijn gsm-nummer via die maîtresse en ook via onze redactie uiteraard. En hij heeft toen niet gereageerd op ons voicemailsbericht door naar ons terug te bellen. Maar hij heeft dan bijna direct naar de vrouw in kwestie teruggebeld. En wij zaten nog in haar living. Dus wij hebben zijn voicemail kunnen horen. We hebben die ook opgenomen. En we hebben die vandaag ook aan de journalisten die bij ons op de redactie voorbij zijn gekomen laten horen. Ja, maar Paul van den Driessen zei daarnet, er wordt een grens overschreden. Dit gaat over privézaken die tussen volwassen mensen gebeuren. Gaan we niet afglijden naar Britse tabloid-toestanden op die manier? Ik ga daar helemaal niet mee akkoord. Volgens mij schrijven wij ons in de normale lijn van de Vlaamse journalistiek. Het is zo dat wij al bijna een jaar geleden, naar aanleiding van de eerste Twitter van Leterme, die zo'n beetje raar overkwam, contact hebben gehad met die vrouw. Toen zei zij, ik ben de maîtresse van Leterme, maar meer ook niet. Dan hebben wij Leterme daarvan op de hoogte gesteld, want wij vonden dat niet publiek waardig om te publiceren. Leterme heeft ons daarvoor gedankt, heeft dat zelf opgelost en die vrouw heeft ons gecontacteerd. Ik ben opnieuw on speaking terms met Leterme. Na zijn vorige sms, zijn tweede sms vorige week, hebben wij opnieuw contact gehad met die vrouw en toen heeft zij al die sms'en op tafel gesmeten, die chatgesprekken, waarin een aantal dingen stonden die volgens ons niet door de beugel kunnen, namelijk dat hij... Waarom publiceert u dat? Wat is de maatschappelijke relevantie van die sms-berichten tussen die twee mensen? Wel, volgens mij hoort het niet dat een minister van Buitenlandse Zaken, Leterme was dat toen, voor zijn vriendin een job regelt bij de overheid. Daar zijn objectieve selectieprocedures voor. Volgens mij hoort het niet maar dat Leterme... Als ik de koffer van jullie tijdschrift zie, er staat op 849 pikante sms'en van Leterme aan zijn minnares. Daar spreekt u niet over. Er staat ook op dat de minnares zegt dat hij een job voor haar probeerde te regelen. Er staat ook op dat we naar de waarheid gezocht hebben achter de Twitterberichten. Als een voetballer 2 keer naakt over het voetbalplein loopt, dan gaan de sportjournalisten zich toch ook afvragen waarom doet die voetballer geen kleren aan. Dus wij hebben juist hetzelfde gedaan met Leterme. Die heeft 2 keer zijn privéleven op internet gesmeten. En wij hebben gewoon de achtergrond daarvan gezocht en daar maatschappelijk relevante dingen gevonden, zoals die inmenging bij de politie, zoals het creëren van een job voor zijn vriendin. En wij vinden dat op dat moment je als pers dat moet naar voorbrengen. Ja, je moet dat vertellen, anders is dat schuldig verzuim. Het gek is nu van de dam, want wat gaan de concurrentie doen? Nog straffer verhalen proberen brengen? Ik bedoel, ik hou de lijn aan die Story al 3 jaar lang aanhoudt. Wij brengen actuele verhalen, actuele straffe verhalen, maar die moeten maatschappelijk relevant zijn. Alle journalisten die bij mij die sms'en vandaag zijn komen inkijken, die zeiden, mocht sensatie uw motief geweest zijn, dan had je wel een heel ander stuk kunnen schrijven. Daar zit een echt... sms'en tussen waarvan u zou zeggen, ik heb Franstalige journalisten over de vloer gehad, ik kon dat niet vertalen in het Frans, die woorden die daar door de premier zijn gebruikt. Maar die sms'en vind ik, dat is tussen hem en zijn maîtresse, daar heb ik geen zaken mee. Mij interesseert het wat hij doet in zijn job. Oké, bedankt meneer de Swaven. We zullen zien welke stappen lief Leterme zelf nog zal ondernemen.